We zagen het allemaal aankomen. Maar toch kwamen de conclusies van de onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag keihard aan deze week. Systematisch falen van de politiek, van de rechterlijke macht. De burger kan de instituties niet meer vertrouwen. Aan tafel gaan zitten de hoofdrolspelers die het aan het rollen hebben gebracht. Tweede Kamerleden Renske Leijten van de SP en Pieter Omtzigt. Welkom allebei. Het stof is nog lang niet neergedwarreld, maar een beetje misschien wel. Mevrouw Leijten, de families waar het om gaat en die eindeloos in de steek zijn gelaten. Met welke verhalen bellen die u nu over de resultaten van de commissie waar u ook lid van was? Door de commissie voelen ze zich enorm gezien. En ze vinden het heel fijn dat de commissie zegt, het waren geen fraudeurs. Behandel ze ook niet zo, maar de hel is nog niet voorbij. Afgelopen dagen een gezin dat niet in aanmerking komt voor een huurwoning, omdat ze ooit een huurschuld hebben gehad. Geen schone lei. Dus die moeten bij opa en oma blijven wonen met hun kind, het kleinkind dus. Een andere moeder die opeens 54 brieven krijgt van het justitieel incassobureau. Allemaal rekeningen van de zorgpremie. Een overheidsinstelling. Het gaat gewoon door. Berichten dat ze bij de gemeente nog altijd als fraudeur te boek staan. Omdat de Belastingdienst dat ooit heeft gezegd, ligt dat ook bij andere instanties. Dus het rapport is belangrijk voor ze, maar de hel is niet voorbij. We gaan het daarover hebben met u allebei. Maar toch even, omdat we met dat nieuws geconfronteerd worden vandaag vanuit Engeland. Het feit dat het virus hier ook rondwaart. Mevrouw Kroes die schetst eigenlijk net een beeld van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid ook in deze crisis. In die coronacrisis van het kabinet. Ziet u dat ook zo? Ja, helaas wel. We hebben dat ook vaker gezegd. Het is te lang pappen en nat houden geweest. En we moeten nu, zoals dat dan heet, met de grote hamer slaan. Maar dat zullen we ook echt moeten doen met dat nieuwe virus. En dat nu dat vliegverkeer is stilgelegd, is terecht. Maar waarom niet eerder? Want je ziet, eigen verantwoordelijkheid is er natuurlijk. Maar als je kan vliegen, als je op vakantie kan, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die dat zullen doen. Ja, Pieter Omtzigt, zelfde vraag aan u. En dan gaan we het echt over het rapport hebben. Ook over de verantwoordelijkheid van het kabinet als het gaat om de bestrijding van deze crisis waar we in terecht zijn gegaan als het over corona gaat. Ja, u kent mijn ongeduld uit het voorjaar toen ik meerdere vragen stelde voordat er ook iemand mee bezig was. Ik ben blij dat dit keer Nederland het eerste land is dat het vliegverkeer stillegt. En dat daarna België en Duitsland volgden. Dat hebben we wel eens andersom gezien in deze crisis en dat is winst. Ik ben heel benieuwd wat er straks met de treinen gebeurt. Dat was een terechte vraag. Maar die Eurostar die vertrekt uit Londen en stopt in Brussel. En als België treinverkeer blokkeert, dan stopt de reis, neem ik ook aan. Dus ik ben even benieuwd wat daar gebeurt. Ja. En ik ben ook benieuwd hoe men met de rest omgaat. Maar ik hoop daar gewoon antwoord op te krijgen. Want nou, er zullen gewoon natuurlijk gewoon goederen uit het Verenigd Koninkrijk komen met truckchauffeurs. Ja. Dus nou ja, goed, daar zal ook een antwoord op moeten komen. En ik snap dat dat soms een paar uur duurt. Dus wij kregen vanmorgen, ik denk om 7:00 de brieven van de griffier. Ik neem aan dat de rest van de uitleg ook vandaag iets later volgt. U bedoelt de brief van de minister van Volksgezondheid over wat er allemaal te gebeuren staat. Die tast kennelijk ook nog in duister. Even een interessant punt. Terug naar het rapport. Even voor de helderheid. In dit hele ding is het constant wel dat je niet volledige zekerheid hebt voordat je maatregelen neemt. En ik ben blij dat we hier dus een keer als eerste waren en niet achteraan. Ja, maar toch ook, mevrouw Kroes zegt, maar we zijn als eerste met het sluiten van Schiphol. Maar er moet veel verder gedacht worden. Doe nou wat België doet, misschien Duitsland ook. Zorg dat het hele verkeer stil komt te liggen. Want dan heb je een kans dat je het bestrijdt. Lijkt mij heel verstandig om dat te doen. Oké, we gaan terug naar Ongekend Onrecht. Het rapport dat naar aanleiding van uw werkzaamheden er toch is gekomen. En er waren heel veel mensen die hadden er helemaal geen trek in dit hele onderwerp niet, ook collega's van u. Meneer Omtzigt, ik hoorde u deze week praten en dat fascineerde mij enorm. U had het over, we zijn tegengewerkt, we hebben documenten niet gekregen, er zijn dingen weggelakt. En het gaat maar door en u noemde dat de Rutte-doctrine. Wat is dat precies in uw terminologie, de Rutte-doctrine? Het rapport noemt het de Rutte-doctrine. En dat is de doctrine dat de regering wel bepaalt welke informatie wij nodig hebben. En in dit rapport hebben Renske en ik meer dan 30 keer Kamervragen gesteld. En de 30ste Kamervraag, toen was ik alleen, dat konden we niet samen doen omdat zij in de commissie zat, kreeg ik het memo van mevrouw Palmen boven tafel. En dat memo van mevrouw Palmen zei, wat die gebeurde is illegaal en dat hadden we niet moeten doen.
En dat memo van mevrouw Palmen was al geschreven voordat ik de Eerste Kamervraag stelde. Als ze dit bij de Eerste Kamervraag op tafel gelegd hadden, namelijk dat de Belastingdienst dit niet had moeten doen en de ouders had moeten compenseren, hadden we het helemaal niet gehad. Ja. Dus het feit dat die informatie constant weggehouden wordt, zwak gelakt werd, want de essentiële passage werd nog zwak gelakt en de enige reden dat ik hem wist was omdat zij bijna als een lerares het aan mevrouw Palmen moest laten voorlezen omdat ze het anders niet kon witwassen. Maar we lachen erom, maar het is natuurlijk schandalig dat toch? Wij om informatie moeten vechten. En er wordt constant gezegd, het belang van de staat, het belang van de regering is wat anders dan het belang van de staat. Nou, en die twee worden door elkaar gehaald. Die Rutte-doctrine, want u zat in de commissie. Ja. Dat klinkt alsof de premier het zelf geregisseerd heeft. Wat wij zien is dat er heel vaak vanuit, dat zagen we bij de reconstructie, dat er heel vaak vanuit financiën gevraagd wordt aan algemene zaken, dus het ministerie van de minister-president, moeten we dit stuk nou wel of niet verstrekken aan de Tweede Kamer? Dus Wopke Hoekstra, zijn ministerie, of hij zelf vraagt aan Rutte, wat zullen we doen? Geven we nog meer? Er wordt weer gevraagd om documenten, kunnen we deze wel of niet verstrekken? En dan is het antwoord? Soms zien we dat. We zien dat antwoord soms niet in de reconstructie. Maar we weten bijvoorbeeld of een stuk wel of niet verstrekt is. Het gebeurt op het hoogste niveau, hè? Even voor alle duidelijkheid. Ja. Wordt voorgelegd. Moeten we dit wel of niet verstrekken? En waar het dan om gaat, is de gedachte dat een ambtenaar vrij moet zijn om een persoonlijke visie te hebben. Maar dit gaat niet over een persoonlijke visie. Dit gaat over beleid of over constatering dat er onrechtmatig gehandeld is. En wat een van mijn frustraties is, ondanks onze uitstekende reconstructie, want niemand stelt die ter discussie, is wel dat wij niet hebben kunnen achterhalen waar dat memo Palmen nou in 2019 verdwijnt. Want het verdwijnt dus in 2017. Mm-hmm. In 2019 ligt het op het bureau of in de iPad. En dat spelletje wordt ook altijd gespeeld, hè? Ja, het lag niet op het bureau. Ik heb het niet gezien. Gelooft u het? Het zijn te veel spelletjes. Dat memo verdwijnt. Nee, ik geloof het niet. Okay. Gelooft u het, meneer Omtzigt? Gelooft u dat het toeval is of dat het een ongelukje is? Is het dom of slecht? Dat is de vraag. Ik denk dat u dat aan de commissie moet vragen. De commissie mag nog bepalen of de mijnheid gepleegd is of niet. En als ik de... Ik heb tegelijkertijd weer die Kamervraag gesteld vorige week. En daaruit blijkt dat op 4 juni 2019... er een hele groep ambtenaren, zo'n 15 tot 20 personen, om tafel zit. Dat is de hele top van de Belastingdienst. Inclusief de toenmalig staatssecretaris. En ze hebben het over die memo gehad. Ja. En ze zijn allemaal actiepunten gemaakt. Allemaal waren ze verbaasd erover. En daarna verdwijnt het memo. Zeg, u zei, het ging heel vaker bijzonder. In het kabinet, in de ministerraad, ging het vaker over u. Ja. Leidt de Omtzigt. Dan over de kwestie, dan over de families waar het over moest gaan die gemaltreteerd zijn. Ja. U heeft het gezien en gelezen. Wat dacht u toen u daarachter kwam? Is dit Nederland? Kijk, hoe bedoelt u, is dit Nederland? Nou, in een parlementaire democratie controleren de Kamerleden de regering. En hier werd het feitelijk omgedraaid. Het waren in de ministerraad. Kijk, dat er een keer geroddeld wordt bij het koffiezetapparaat van de ministerraad over ons. Doet u zelf ook wel eens? Tuurlijk, en dat is heel menselijk. Dat vind ik ook niet erg dat gebeurt. Misschien. Maar als in de ministerraad afspraken gemaakt worden over hoe ze ons moeten benaderen in plaats van hoe ze de problemen met de Belastingdienst moeten oplossen, dan zijn we niet op een fatsoenlijke manier met een parlementaire democratie. Omtzigt zegt, is dit Nederland, vraagt hij zich af. Is dit een bananenrepubliek? Althans, zijn dit de machinaties van een bananenrepubliek? Ik word er heel verdrietig van. Ik zou denken dat je in de ministerraad met elkaar bespreekt wat je moet oplossen voor het land. Ja. En ze hebben allemaal verklaard aan tafel, het belang van die ouders stond voorop. Nou. We zien echt iets anders gebeuren. We stellen een commissie in, we schuiven het vooruit. Mm-hmm. En waarom wordt dat vooruitgeschoven? Omdat ze niet weten hoeveel mensen ze moeten compenseren en ze willen zo min mogelijk mensen compenseren. En dat doen ze de hele tijd. En dan zeggen ze in de verhoorzaal, voor ons stonden de mensen voorop. We zien het. Ik zie het niet terug in de stukken. Meneer Omtzigt, u staat te boek in Den Haag als, zeker in uw eigen partij, als een lastpak. Iemand die maar door blijft graven. U zit nu al ja te knikken. Ja hoor. En die eigenlijk dat politieke proces dat zo handig in achterkamertjes te regelen is, doorbreekt. En u bent onberekenbaar in de ogen van de partij. Mijn vraag aan u is, bent u in dit hele proces wel eens gebeld door een minister van uw politieke partij die heeft gezegd, Pieter, het is genoeg, hou ermee op. Je trekt de boel overhoop. Is er wel eens contact geweest tussen de minister die dit aan u gevraagd heeft? Er zijn wel eens bewindspersonen die gebeld hebben. En meestal eindigde dat ik de dag erop een nieuwe, lange, moeilijke set Kamervragen indiende. Ja. Dus u trok zich daar niet vandaan? Nee, ik heb Hugo de Jonge, heeft de minister van Volksgezondheid u wel eens met deze vraag gebeld? Nee. Iets laten merken van hou ermee op? Nee.
Omdat, omdat de staatssecretarissen die dat probeerden op een gegeven moment wel doorhadden. Je kunt het me wel vragen, maar ik kreeg nieuwe vragen. Het waren de staatssecretarissen van Financiën bijvoorbeeld. Wij zien in de bijvoorbeeld de staatssecretaris van Financiën. Ja, maar wij zien dat ook in de reconstructie. Of de voorganger, snel, wie belde u dan? Kijk, ik vind het belangrijk, ik ga dat niet... Ja, ik vind het fijn dat u het allemaal belangrijk vindt, maar u bent ook weer bezig met hetzelfde. Ik ga u uitleggen waarom ik het vraag. U zegt net, wij moeten als parlement het kabinet controleren. Ja. Wat ik hoor nu van u, is dat er leden van het kabinet... u probeerden niet alleen te controleren, maar om zich terug het hok in. Houd ermee op. Ja, nou, dat kunnen ze proberen zoals ze willen. Ze mogen mij vragen wat ze willen, maar daar doe ik niks mee. En dan komen ze bij u en alle andere media om mij als een lastpak te benoemen... om op die manier een stigma te geven. En u werkt aan het stigma mee door dit soort vragen te stellen. En dat doet mij... Dat doet mij enigszins zeer. Omdat dat vrij consistent geprobeerd is. Het is ook consistent geprobeerd door onze collega's... toen wij memo over ambtsmisdrijven boven tafel... gewoon lieten schrijven van wat zijn ambtsmisdrijven... Toen werden wij naar de Kamer ontboden door onze collega's... en werd geprobeerd om ons een standje te geven om van het dossier af te gaan. Ja, om ons te besturen, want dat is dan wat... Wij zijn behoorlijk hard tegengewerkt in dit hele dossier. Maakt niet uit, ik ben ervoor gekozen. Ik ben daar vrij hard in. Maar wat er nu op tafel ligt is snoeihard. En de rechtsstaat is hier geschonden. En die discussie verdwijnt naar de achtergrond... Ja. Omdat elke tweede vraag die ik van de media krijg is... welke politieke consequenties moet dat hebben? Ik helemaal niet gesteld. Nee, die komt vanzelf wel. Wacht nou even. U gaat te snel. Meneer Omtzigt, u bent vooruit aan het interviewen... en u kunt beter even wachten, even ook geduld aan uw kant op mijn vragen. Dat is niet mijn sterke kant, ook niet van Renske. Geduld is niet uw sterkste kant, maar dat heeft er ook toe geleid... dat er nu ligt wat er ligt. Maar waarom ik het u vraag, en u verwijst naar een... procedurecommissievergadering in december 2019. Daar heb ik vanochtend nog naar gekeken. U beschrijft dat u tegengewerkt bent door collega-Kamerleden. Want we hebben het nu over het kabinet dat u terug probeert te duwen. Ja. Maar we hebben het ook over Kamerleden, uw collega's... die tegen u beiden en ook meneer Azarkan, die in dat groepje zat... Die dat ook zei van dit moet tot de onderste steen, moet naar boven. Wat zegt u eigenlijk tegen de Kamerleden, uw collega's... die toen in december 2019 hebben geprobeerd... hou ermee op, dit is onzin? Nou, we hebben toen... dat hebben ze een heel weekend geprobeerd. En wij hebben met elkaar afgesproken, we houden onze rug recht... we hebben niks fout gedaan. En toen kwam er een publiekelijk standje... en toen hebben we daar ook onze rug recht gehouden... en er is helemaal niet geconcludeerd dat wij iets fout hebben gedaan. Nee, integendeel, u deed wat moest. Ja, precies. En het ministerie zelf was ook aan het kijken... van zit er een strafrechtelijke kant aan deze zaak. Sterker nog, er is zelfs aangifte gedaan... van het ministerie tegen de Belastingdienst... vanwege knevelerij en discriminatie. En ik zou dat graag nog willen benadrukken. Dit rapport heeft niet de discriminatie onderzocht, die ook aan de hand is. Ja. Het lek is nog helemaal niet boven. En alle stukken die we hebben gekregen, wat een moeilijk proces is geweest... want zelfs deze commissie is behoorlijk tegengewerkt... als het ging om tijdig het onderzoek kunnen doen. Hè? Dat het rapport te licht heeft, echt heel veel werk. Ook zeker van de ondersteuning gekocht. Hetzelfde mechanisme, ook opnieuw weer werden documenten achtergehouden. En die documenten die we wel kregen, die zijn consequent gelakt... als het gaat over het gebruik van nationaliteit. Dus de regering wist donders goed dat ze ons niet extra informatie moest geven. Tot afgelopen donderdag stemden wij over heel veel moties. Mm-hmm. Want de heer Omtzigt wordt gebeld door de regering. Maar zelfs wij zijn gebeld om een motie die gaat over... alle mensen die gediscrimineerd zijn in deze situatie. Die moeten gewoon door de Belastingdienst benaderd worden... en schadevergoeding krijgen, want dat mag niet. Tot bijna aan de stemmingen hebben ze geprobeerd... om onze motie veranderd te krijgen. Wie heeft u gebeld? Dat is het ministerie van Financiën. Wie van het ministerie van Financiën? Dat zijn persoonlijke assistenten en die bellen dan Kamerleden. Ja. Of we hem inhoudelijk wilden wijzigen, hebben we niet gedaan. Ze hebben Pieter Omtzigt gebeld en andere Kamerleden. Stem tegen die motie, is niet gebeurd. En de Kamer zegt gewoon, jullie gaan alle mensen die gediscrimineerd zijn... maar benaderen en schadevergoeding. Kijk, ik vind het fantastisch wat u hier vertelt. Heel schrijnend. U heeft voor de poorten van de hel heeft u dit weggesleept. Dit rapport wat er nu ligt. Maar u schetst een systeem, Bestaat gewoon. Is toch schokkend... waarin onderzoekers die hun werk doen, Tweede Kamerleden... constant worden tegengewerkt en onder druk worden gezet... om te stoppen waarmee ze bezig zijn wat nodig is voor de mensen waarover het gaat. En het gebeurt op het niveau van het kabinet, ministers. Zeker. Op het hoogste niveau, hè, zegt de voorzitter van de commissie. Op het hoogste niveau hebben we een probleem met de informatievoorziening aan ons. Bewust. Aan journalisten. En omdat die informatievoorziening niet goed is...
kunnen we dus ook dat falen van die rechtsstaat, het ondermijnen van die rechtsstaat, het niet houden aan de wet, het mensen discrimineren, crimineel maken door ze fraudeur weg te zetten, kunnen we niet oplossen. Het gaat want echt u krijgt over de informatie niet. Aanstaande dinsdag gaat het kabinet, althans niet het kabinet, ik ga het corrigeren. En aanstaande dinsdag gaan de hoofdrolspelers uit deze affaire naar het Catshuis onder leiding van de premier. Wat vindt u wat er moet gebeuren eigenlijk met het kabinet? Ik vind dat ze politiek verantwoordelijk zijn en de verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik hoorde het de heer Pronk ook heel mooi uitleggen op de radio afgelopen vrijdag. Omdat dit 10 jaar lange onrecht, het falen om iets recht te zetten, de tegenwerking die erin zit, dat daar verantwoordelijkheid voor moet worden genomen. Tegelijkertijd vind ik het gesprek daarover, moeten we nooit vergeten dat die ouders nog altijd in de penarie zitten en dat ze dus ook die compensatieregeling die er is, mevrouw Kroes had het er net over, dat maken ze ingewikkelder dan nodig. Waardoor die ouders weer klein gemaakt worden. En dat klein maken van mensen die een beroep doen op de overheid, dat moet echt stoppen. Kijk, ik snap wat meneer Omtzigt heeft mij net gezegd van, het gaat steeds over de vraag, moet je aftreden, ja of nee? Ja. En terwijl u zegt van, het gaat om die mensen, die nu in de penarie zitten. Maar ik wil toch vragen, u zegt de politieke verantwoordelijkheid moet genomen worden. Wat betekent dat in uw boek? Dat betekent naar de koning gaan en je ontslag aanbieden. Maar tegelijkertijd, weet je, het kabinet. Ja, en tegelijkertijd het besluit nemen dat al die voorstellen die de Kamer hebben gedaan om dit te versnellen, te versimpelen, om de groep niet meer als fraudeur te benaderen, want je ziet dat dat nog steeds gebeurt, om dat gewoon wel uit te gaan voeren. Zeker. En dat heeft een prijskaartje. Maar die mensen zijn 10 jaar lang gestraft voor iets wat ze nooit hebben gedaan. Het is echt een falen op heel veel niveaus. We moeten het ook echt over de rol van de Raad van State en de rechters gaan hebben. Maar die ouders nu eerst. En dit kabinet gaat het niet oplossen. Want dat hebben ze al 4 jaar lang verzuimd. Wilt u, meneer Omtzigt, u zegt van, het gaat steeds over die vraag. Dat is wat journalisten aan mij vragen. Ik heb nu aan Rens Geleijten gevraagd. Ik kan hem aan u stellen. Wat vindt u, betekent politieke verantwoordelijkheid in deze, wat er gebeurd is eerder, bijvoorbeeld in 2002. Het kabinet Kok, de val van Srebrenica, werd toen de val van het kabinet. Later het paspoort van Ayaan Hirsi Ali, haar Nederlands burgerschap, vriendin van mevrouw Kroes, de val van het kabinet Balkenende. U moet het zelf weten. Ik wil u de vraag stellen. Als u zegt, ik wil het er niet over hebben, ook goed. Nou, ik wacht nu op een kabinetsreactie. En ze zullen met een verdraaid goede reactie moeten komen om uit te leggen wat hier gebeurd is. Want het kan natuurlijk zo gaan dat dinsdag de sleutelmensen van het kabinet bij elkaar komen. En dan is het kerst. En dan hebben we de hele uitzending gehad over een enorme andere crisis die aan de hand is, de coronacrisis. En dat dit rapport, dat de verantwoordelijken zeggen, nou, het staat nu op papier, we hebben sorry gezegd, het is heel erg. Laten we doorgaan, want we hebben een andere crisis. Nee, maar wat doet u dan? Dat kan om meerdere redenen niet. De eerste reden waarom dat niet kan, is omdat slechts één. Vorig jaar, toen premier Rutte die ouders sprak, zei, werd de verwachting gewekt, over ongeveer een jaar hebben we schadeloos gesteld. Niet gebeurd. Slechts ongeveer 1% van ouders is schadeloos gesteld. 99% wacht nog. Ze hebben 3 keer zoveel geld uitgegeven aan de organisatie van schadeloosstelling als aan schadeloosstellingen. Werkelijk waar bizar. Dus ook al denken zij dat. Hoe vaak kun je slachtoffer worden eigenlijk in dit verhaal? Hè? Ja, want nu moeten ze alles in één keer tot de bodem uitzoeken. Nu moeten ze zich aan alle wetten houden, aan alle privacywetten die ze zelf geschonden hebben. Mogen ze zelfs gemeentes niet informeren om mensen te helpen. Hoe gek kun je het maken? Dus dat gaat sowieso niet weg. Het tweede dat niet weggaat, is dat de rechtsstaat geschonden is. Dat is een snoeiharde, knetterharde conclusie. Dit gaat heel diep. En door het verbergen van informatie ben ik bang dat er op andere plekken in de overheid, of dat bij de jeugdzorg, de schuldhulpverlening, of bij de, noem eens wat, de WGA, de gedeeltelijke arbeidsongeschikte is, dat daar hetzelfde soort zaken spelen die bewust niet gecommuniceerd worden. Dus ik denk dat het kabinet niet alleen moet kijken of het hier gebeurd is, maar of het niet informeren, het niet willen uitzoeken, en tot een cultuur geleid heeft waarbij problemen weggemasseerd worden onder in de organisatie. En dat is een zeer pijnlijk proces waar we naartoe moeten. En voor het eerst in Nederland zal de rechterlijke macht ook met een uitleg moeten komen. De Raad van State die hier in zijn uitspraak van 2019, waar ze het beleid in één keer totaal omdraaien. Mm-hmm. In één keer zeggen, ja, we zagen het onder andere in krantenartikelen. De Raad van State die naar krantenartikelen moet kijken. De Raad van State moet kijken, wie staat er voor mij? Doe ik daar recht?
hou ik me aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Dat hebben ze niet gedaan. Daar moet een uitleg op komen. Dus dit gaat op zoveel facetten van de rechtsstaat dat ik vind dat we een nieuw sociaal contract nodig hebben in Nederland om ervoor te zorgen dat die rechtsstaat hersteld wordt. U zegt, meneer Omtzigt, dit dossier, wat je ook doet als kabinet of premier Rutte, het gaat niet weg. Want er zitten te veel losse eindjes aan en er is nog geen begin van... Het zijn niet eens losse eindjes, het zijn gegapende wonden. Ja. En er zitten nog losse eindjes die uitgewerkt moeten worden. Want dit gaat over de kinderopvangtoeslag. Op de dag na de voren komt... Dat is puur toeval, hè. Wij denken dat het allemaal toeval is wanneer het komt. Blijkt het ook in de huurtoeslag te zitten en in de zorgtoeslag. We hebben het probleem van die nationaliteiten vragen we al 2 jaar na, krijgen we maar niet. Er staan een paar honderdduizend mensen op zwarte lijsten. Ik begrijp van de misbruikslachtoffers dat ze allemaal op een zwarte lijst gestaan hebben en dat ze net zo behandeld zijn door de Belastingdienst, nou met buitengewoon intensieve controle. Daar hebben we nog geen antwoord op. Het Openbaar Ministerie doet al meer dan een jaar onderzoek. Er ligt niet alleen een aangifte van het kabinet. Ja. Er zijn ook tientallen anderen die aangifte gedaan hebben. Het idee dat dit weggaat, ik zou het uit mijn hoofd zetten. En dat ook weer gebeurt dan in de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen en de mensen die verantwoordelijkheid hebben of hebben gehad, spelen nu een hoofdrol natuurlijk ook weer in die verkiezingen. Dus eigenlijk moet ik niet aan u de vraag stellen, moet het kabinet aftreden? De enige die vraag kan beantwoorden kennelijk op dit moment is de premier zelf. Ja, maar ik word wel heel erg verdrietig van het feit dat er 3 mensen lijsttrekker zijn van een belangrijke partij in Nederland die hier verantwoordelijkheid dragen. Premier Rutte, Asscher en Hoekstra. Wopke. En ik vind dat heel vervelend, ook voor Pieter en het CDA. Maar, waarom? Omdat Pieter zoveel heeft gedaan. Maar ik zie gewoon, we zien in dat rapport echt niet dat Hoekstra ingrijpt. Echt niet dat hij de zaak versnelt. En ook voor Asscher en Rutte geldt dat. Het zou wat mij betreft echt niet goed zijn als zij blijven. Ja, dat klinkt heel gek, want het is niet mijn partij. Daar kan ik niks over zeggen. Maar als we verantwoordelijkheid vragen hiervoor en we willen dat het opgelost wordt, en op al die andere vlakken ook, dan geldt die uitspraak van Einstein. De mensen die dit hebben veroorzaakt, gaan het niet oplossen. En daar ben ik echt van overtuigd. Wat vindt u? Ik wacht op die reactie, maar je zult van mij vanavond al een serie nieuwe Kamervragen zien. Ook die gaan over mogelijk mijnheid dat gepleegd is. Want volgens mij wisten een heleboel ambtenaren die daar getuigen hebben wel zeker wat er aan de hand was. U kunt daar geen antwoord op geven, hè, op wat Leert net zegt over, want het gaat over sleutelfiguren ook in uw eigen partij. En de ene is de nieuwe leider van de partij, Wopke Hoekstra. Ik lees het... Ik hoor deze uitleg. Ik zie dat Hoekstra op 18 december... staatssecretaris wordt 2019. En binnen anderhalve week meer dan 300 gezinnen uitbetaald. Dat is net zoveel als staatssecretaris Van Huffelen in een heel jaar. Dus om heel eerlijk te zijn, heb ik dit rapport net anders gelezen. Ik wil niet een van de schrijvers van de commissie aanpakken, maar ik ga graag die discussie aan of er meer moet gebeuren. Die discussie ga ik helemaal niet aan. Er moet veel meer gebeuren, even voor de helderheid. Want wat het afgelopen jaar gebeurt is niet. Maar ik zie dat hij de enige is die op het moment dat hij er komt wel een versnelling aanbrengt. Of dat voldoende is, dat zien we. Dat wil ik in het debat wel hebben. Maar ik vond het wat iets te kort door de bocht. Maar goed, het gaat ook over de leider van uw partij. Zeg, ja, luister, zeker. U gaat vanavond nieuwe vragen stellen. Het dossier gaat door. En dat moet, want de mensen waarom het gaat zijn nog steeds niet uit de penarie. Ontzettend bedankt dat u hier was en een drukke week om uitleg te geven nog eens een keer over hoe u het ervaren heeft, dit hele verhaal. De ervaring van ons is niet interessant. Het is de ervaring van je ouders en het probleem dat ze nog steeds diep in de problemen zitten en de overheden naar elkaar wijzen. Als dat niet onmiddellijk afgelopen is na dinsdag, dan hebben ze het nog niet begrepen.